In een recente aflevering van de podcast Aaf en Lies lossen het wel weer op, heeft de 49-jarige actrice Lies Vissendijk een verrassende onthulling gedaan. Ze vertelde dat ze lang geleden via een sms'je ten huwelijk is gevraagd door haar toenmalige partner, Mark van Uggelen. De herinnering aan dat moment riep bij haar destijds gemengde gevoelens op. De ongebruikelijke aanzoekmethode verraste Vissendijk, die zich op dat moment afvroeg of dit nu echt haar leven was geworden. Haar reactie op het sms'je was ingetogen, een eenvoudige mem. Het huwelijksaanzoek vond plaats per sms en de daaropvolgende huwelijksvoltrekking was al even bijzonder. Het koppel koos ervoor om op een maandagochtend in het gemeentehuis in het huwelijk te treden, voornamelijk vanwege de kostenbesparing. Vissendijk deelde lachend dat ze voor die optie gingen omdat het gratis was. Op de dag van de ceremonie werden Vissendijk en haar partner opgehaald door Tjitske Reidinga en haar toenmalige partner Vincent Quazet, die hen vergezelden op een fietstocht naar het gemeentehuis. Volgens Vissendijk was deze fietstocht het hoogtepunt van de dag. Het hele huwelijksgebeuren werd op een low-key manier georganiseerd en het feest vond plaats in een gekraakte galerie. Deze informele setting bood de gelegenheid om op een ontspannen manier te vieren. Gasten brachten zelf eten mee, waardoor een gezellige en huiselijke sfeer ontstond. Met deze openhartige onthullingen heeft Lies Vissendijk een kijkje gegeven in de minder conventionele aspecten van haar huwelijk. Haar verhaal illustreert hoe persoonlijke keuzes en creatieve benaderingen kunnen leiden tot een onvergetelijke en betekenisvolle ervaring.